Het is vandaag zaterdag. Ik ben samen met moeders. En wat gaan wij vandaag doen? Volgens mij gaan we naar het strand. Ja! Met de trailer. Omdat het weer niet helemaal vertrouwd is. Het is tot 3-4 uur droog. Het is nu 12:30. Dus dan kunnen we beter even een uurtje op het strand rijden. Dan dat we 3 uur naar buiten gaan en in de regen terechtkomen. Want in een uur word je ook nat. Maar dan kunnen ze de trailer in en we hebben in de auto natuurlijk van alles liggen. En dan is het niet zo erg. Dus we gaan naar stal, trailer halen, paardjes halen en dan lekker even uitwaaien op de beach. Met roze dekje of met het paars Of met een blauwe bikrasdekje gewoon? Ja, dat kan ook. We gaan de trailer aan het vullen, dan gaan we de paardjes pakken. Maar als we daar ook beginnen, begint het te regenen. Het is net geen lekker weer, dus ik wil de camera eigenlijk hier niet. Want het regent nu ook. En mijn telefoon kan daar tegen. Ja. Maar de camera dus niet. We nemen de GoPro mee, dus zometeen zien jullie juist wel wat. En we gaan even verder vullen en paard pakken. We gaan een beetje achterlijk aan doen in de trailer. Dus nu is Tess bang. Gaat het? Tuurlijk gaat het. Ik niet op. Oh, ik denk dat het komt door het hooi. Gebroken benen. Wel mee. Ga prima, meiden. Ja, jullie zijn gewoon lastpakken, allebei. Ik heb het hooi net niet goed opgehangen, mijn fout. Verona doet dat chagrijnig. Nee, was. Nou, we gaan ze opzamen. Zie je zelf nu niet. Normaal zie je het Reuzenrad van Scheveningen dan wel. Maar dit is meer naar de kant van Rotterdam toe en Zeeland dan Monster bijvoorbeeld. Of die andere waar we altijd heen gaan. Bij Ter Heide rechtsaf gaat het Scheveningen. Maar hier zit nog Monster en Ter Heide tussen.
Inmiddels zijn we terug van de buitenrit. Die was wat pittiger dan dat we gedacht hadden. Ja. We zijn heel erg nat geworden. De regen die stroomde gewoon zo je laarzen in. Tess had de regenjas niet aangetrokken, dus die was zeiknat. Of die is zeiknat. Inmiddels hebben we er ingepakt in een dekentje. We hadden nog een andere jas, droge sokken. Ja, dat is het voordeel als je zo'n rommelauto hebt als die van ons. Daar is alles in te vinden. Ja. Dus zelfs als je van het strand afkomt en zeiknat bent, dan is er nog voldoende om je weer droog en warm te maken. We gaan nu met de boerentour terug naar de manege, paardjes uitladen. Het is buiten echt heel slecht weer. Dus ik denk dat we alvast maar af gaan sluiten, want ik denk niet dat we nog kunnen filmen in al die regen. Dus dan zien we jullie morgen weer. Tot morgen!